Slaan we je nog dronk. Ik meen, een plek zoals die, waar we je grote rust en vrede hebben, alles prachtig en wrachtig en pleegmoord in zo'n huis. Wel, streng gesproken niet aan die huis, nie, adjutant. Niet technisch wees niet, Piet. Die ding is hier beplan. Denk adjutant zo? Ik denk niet zo, nie. Ik weet. Iwis heeft ons net zo'n stukje leidraad misgeloopt. Kardinale inlichting. Zoals dit het, is die reis biscuits. Is het nie in hierdie stadium tamelijk logisch om af te leiden dat Adler zelf zijn vrouw vermoord nie? Ik geloof het niet. Maar alles duidt toch? Ik ken die man 14 jaar lang. Ik zal het niet geloven dat ik het zelf bewijs. Nee, geen niet omdat ik zo bietjie met mijzelf gezels nie. Je weet, Artop, ik weet daar in Johannesburg toen jullie niet zulke dingen nie. Praat maar, adjutant. Dalk hoor ik iets raak. Precies. Lekker lang na week. Zaterdag, zondag. Hij nooi sy vriendin vir 'n partytjie. Dans en alles. Kijk nou, hoekom nooi jy ou al sy beste vriendin vir 'n lang naweek as hy plan het om sy vrou te vermoor? Hy dink dalk is haar alibi. Piet, hierdie ding moet ons weer van voor af vat. Stukkie vir stukkie. Iewers slaan ons iets oor. Kom ons begin by vrydagavond. Wat gebeur vrydagavond? Die gaste daarop, dis reg. Al sy beste vriendin. Dokter en zijn vrouw, de apteker, procureur en zijn vrouw, daar die beeldhouwer bezigheid en zijn vrouw, die vriendin uit Johannesburg en hoffelijk is over die plaats voor me. Alles gaan lekker, oké. Okay. Dans en is gezellig, oké. Okay. Hier in hierdie kamer. Ja, as hierdie stoelen net kon praten, nee, adjutant. Ja, as ek net een van die beeskoop printgoeders gehad het. Net van daardie aand, daardie een aand. Vrijdag aan de 17e. Jozef, breng haar dom. Jozef, wat wil jij? Jozef, ik zie nog iets wat hard is. Hou me dan. Hoe was het niet om? Jan? Waar jij? Ik heb vastliggen bij een nooit kwaad gedaan. Bro? Zeer dan, ik zoek vastlig. Hoe is vanavond ook niet zoeken? Lekker donker. Ik is jammer over jou, Naomi. Wat van mijn Naomi? Ik vraag je, Basie. Ze heeft me kunnen zien, ze wil eigenlijk niet zaakwaardig. Wat is een zaak? Jullie gaan eens kijken. Ze is zo. Wil je me zien, je weet niet af. Wat ze wil? Dinsdag. Rechtskind. Ja. En toen? Ik heb gezien ze met de andere procureur gaan zoeken. Ik zie niet kans. Voor die mensen zijn er erg met jou over gepraat. Ze zit al bij haar, maar ik heb nooit gedacht ze zijn rustig. Ze is die keer. Ach, ik ken veel mensen, maar ik denk dat ik ze is ernstig. Er gebeurt aan niks. Nie. Ze heeft me gevraagd, maar het is de meente van haar. Weet je het? En wie is die begunstigdes? Ik zeker niet voor ons stellen om je te zien, maar het is allemaal onder die zon van oude thuis tot haar peerkummers en koffie. Ja, ik moest het verwachten. We willen ze sterk. Je weet het zo goed als ik, Basie. Hey, hey, hey. Arnold, is Basie.
snakse vinkje. Josef. Zulke vrouw was er niet twee keer omgekeken. Helmin is maar waarom. Hele lotus. Hij is een kunstenaar, jong. Vrouwens is mal waar een skep in een ziel. Alles wat vrood vrij is, zal ik je zeggen. Maar is te verliefd op hulself. Sta je hele dag voor die spiel en oefen om smeerlend en geheimzinnig te lijken. Intussen is hulle een spul egocentrische paprik met moedercomplexe. Is jy wel voor vrouwens val? Drink erom. Lijkt het mij zo alles of je honger jouw koers afgepakt. Ik dans lekker, dank je. Je is zo ernstig voor goeders. Wat zijn goeders? Alles. Waarom niet? Maar als je morgen op die beste wil wees, je moet gaan denken aan het slapen. Ik zal dat wees. Dus kom maar net zo goed met je. Die je partijkie? Ja, dank je. Ik zie Jozef op. Ik hoop niet eens weer in een slechte bui. Hoe zal ik wees? Was jouw idee hier, jylle affaire? Nu zit Jezus in Oosbul. Almeen, luister net naar mij, sblief. Jan, ik heb baie werk. Ik heb een dozijn mensen om kost te geven. Ik wil mijn tijd mee om Oosbul. Ja, zeker daarom dat je de hele aand niet mee gedaan zit. Heb jij mij misschien gevraagd? Nee, je was te bezig. Ik meng met die mensen. Is daar iets meer verkeerd? Je dans die hele avond net met een vent en dan noem je het meng met die mensen. Zie toch, al wie daar jou stuur. Ik wil niet zien waar je is. Is daar iets waarmee je kan helpen, Elmien? Ach nee, wat dank je, Lolo. Elmien. Hoe kom gaan dans jij niet met Lolo? Ik hoor eens van Sky. Je hoor. Ga je me een of ander tijd daarvan vertellen of niet? Ha, wat is dus hier? Toch weer die schoenen dame met die camellias van Roy Bokraan. Laat me alsjeblieft. Wat is mijn hand in die as geslaan? Spies. Ha, daar is jy. Almal soek jou. Wil jullie niet alsjeblieft van kijken of allemaal iets te drinken? Sjo, kom Jan, ik nog wijn in die kar ook. Doe mij een gunstige mos iemand anders tijd. Wat ga aan met jou? Los met je, maak mij seer. Wat ga met jou? Ik is moeg voor jou lang gezag. Ik is moeg voor jou geklaar oor alles wat ik doe en niet doe. Ik is moeg voor jou suspicies. En ik wens het wil nou deerdring uiteindelijk dat het oor en voorbij is. En dat geen mooi praatje, partijtje of vakantie op Mauritius meer gaan helpen, nie. Vakantie op Mauritius was jouw idee geweest. Maar het gaat niet meer helpen, nie. Het 6 maanden laatst van een echtskering gepraat, gedoog het gaan nou beter met ons. Lijkt het veel zo, gaan het beter? Ik heb vanavond nie, maar probeer het ek nie. Ik heb jou al 3 maal gevraagd voor de echtskering. Jij doet niks. Ja, jij hebt mij gevraagd, maar wat moet ik doen? Als je echtskering wil, elke dag vaar je mij niet. Dat is precies wat ik ga doen. Dank je dat je mij geholpen hebt. Het is een plezier. Nee, jij is iets voor een gewone man om te lezen, nee, is het? Nee, in een bezigheid belangstelling, nee. Precies toch. Ik weet niet eindelijk dat hem baie geholpen het. Nou, ik weet niet, dat lijkt mij wel af genoeg. Ik ken nou Jan al donkere jaren. We zijn samen op universiteit. Toch altijd hier smaak gehad. Je bedoelt, hij doet het op schuld? Nee, hij is een kopje. Het is een man voor schema's. Maar wat die boeken zijn en wat die praktijk zijn. Ja, dat is niet altijd diezelfde ding, nie, is het? Ongelukkig niet. Wat is het nou die? Oh, dat is iets wat ik voor Almien gemaakt heb. Is het zij? Ik zou niet zeggen waar Jan bij is. Zeker doet het jouw kop uitgelost. Hoor, wat is er met jullie vanavond? En wat mee dan? Ons dan met ons vingers en spelen en jullie mans is nergens. Dus kom. Dus bekijk niet gauw Jozef z'n weg. Is het Almien? Hoe kom? Lijkt het zo zijn. Voor al die oeën, denk je niet? Je weet, ze is een mooi gebouw, hè? Niemand het gezegd, is Almien. Wel, allemaal weer dat zij voor jou gepasseerd het. Dus het is allemaal behalve haar man en jouw vrouw.
Ik weet niet van wat Noëlla haar elke keer. Hou liefde voor Roesie, my job. Zijn Jan was verloof jaren geleden. Je vrouw om hem af. Die speel. En tussen is al die twee andere huwelijken. Onze Jan blijft haar nummer één. Ik dacht, ze is getrouwd met haar bezigheid. Wacht, man. Zij leven op andere mensen, zijn rente. Wat is het nou ongeval? Wie? Ons gast hier. Hij lijkt zoals een donderwolk. He, ik weet niet. Iets is hier eigenlijk. Hoe kom? Van ons vanmiddag hier aangekomen, is Almien in de dwang. Ze wil niet met haar praten, haar handen bewe heel tijd. Hij is hier zelf. Maar ik heb niks gezien. Kom eens, jullie moet kom hier, het is een briefje, kom eens voor kant. Ik wil gehoor, kom hier. Alsof ik niet hou van hierdie partijtjes van hulle. Ze hebben een geknijper in die dopkar. Ik is zeker een moesel of iets. Allemaal praat ze oor en ek sien niks. Ach man, Arnold en Almien doen het openbloot. Nie bedoel die manier wat hulle dans? Ja, dit ook. Kan nie verstaan hoe kom jou nog eens sy voet dwars sit nie. Ook nie Josef doen ook goed waarvan ek hier weet nie. Ach man, hy is ook heel dag so bezig met daar en goed, ek sal gewoon aan. Nie, pas op. Want jy baas hy vertrok om? Vroeger ja. Toen met zijn eerste vrouw getrouwd was. Nou, niet meer. Ik denk hij te groot geschrik. Ach, Jozef zal misschien zo'n beetje flirten. Maar ik niet, hij zal mij ooit erg los niet. Uitstaf, Fanny. Het is ook net al zeker als jij met die tijd van nog zo kan rondspringen. Dans is, man, is aan die pillen wat je drinkt. Jij hebt alles aan bij jou. Hormoonpillen, vitaminepillen, energie. Ja, echt wel. Als ze morgen nog een bok willen verdienen. Trek ons nooit eens voor wie slaap waar. Ja, lekker slaap. Kom, lekker slaap. Ik weet niet hoe ik mijn mispartijtjes niet. Heb ook niet. Al wat mis oorhou is een vuil huis in mijn wachtbij. Ja, en een stevige drankrekening. En een sierman. Ja, en een bevoeterde vrouw. Jij wat beginnen. Ben je rechtig, Sky? En als morgen daarover praat, alsjeblieft. Morgen het ons die hele huis vol mensen. Zondag dan? Hulle vertrek hier zondag. Enige ander dag, maar ik ga nou slaap. Intussen... Rek maar mijn naals voeren. Jij kan je geweten, sus. Zul jij ze voor omgeven? Zou ik nog een geweten tegen jou? Je is ingeslik in jou. Mijn raar blauw poging kies om jou in paard te redden. Ik moet maar mezelf maken. Je ligt gedurig wakker. Je is bevoeterd. Je dwaalt als een geest rond. En ik moet maar met dierbare zelf blijven verstaan. Almien, luister. Ik wil niet verduidelijken. Ach, man, Jan, verduidelijking zelf niks. Je is niet meer een man, Jan. Punt. Ik kan me niet meer zoals een vrouw laten voelen. Menopause. Jouw jeugdige 38 jaar is je slapbank binnen in je mannelijke menopause. Man, stel belang in mij, wie jy? Ja, ik weet. Maar mijn eigen man slaapt niet eerst meer in mijn bed. Nie. Almien, ik het. Almien, jij gaat Anno en Anno en Anno met die story. Verskoon mij eens.
Amen. Ik heb niet gezegd, ik kan kom. Ja, smijt me dan uit, man. 11:15, Jan, alsjeblieft, ik wil gaan slaap. Kan ons niet voor een paar minuten rustig gesels nie? 5 minuten. Kan ons niet 5 minuten mekaar gesels als groot mensen zonder te beklein nie? Ik denk niet zo. Je denkt dat je enigste iemand die recht om kwaad te worden en ik maar net geduldig wees, nee? Hij doet je wel rustig. Mijn moeilijkheid het begin nadat jouw moeilijkheid begin het. Als jij me die dag zoals een man behandelt, zal het misschien... Misschien. Jij wil ons met twee groot mensen praten, maar de eerste ding wat je doet is om al die schuld op mij af te schuiven. Nou denk jy ons gaan vorderen. Jij wil niet naar mij luisteren, nee, ik wil niet naar je beschuldigings luisteren, want ik heb het al 1000 maal gehoord en ik denk hulle is flauw. Elmien, luister. Ek jou nodig. Ik heb mijn geld nodig, is al waar jy belangstel. Elmien. Jy zit in een knijpstrijd. Jy probeert voor mij wegstiek, maar ik weet alles. Hulle gaan jou uitverkoop, Jan Adler. En jy weet het. Dat is al waar jy denk. Dag en nacht. Nee, dit. Je stel lang kan niet meer in mijn belang, nie. Al wat je belang stel is om je handen op mijn geld te krijgen, zodat je problemen kan... Maar luister alsjeblieft. Je weet, als jij mij lief gehad het, het ik voor jou elke cent gegeven wat ik bezit. Ik heb jouw geld nodig, je dankie. Sies toch, hoe helpt dat? Ach, is noodloos om jou te praten. Ik is moe gepraat, man. Ik wil iets zien gebeuren. Of hier wil ik om recht of ik loop. Niks zal recht komen terwijl je met ander mans rondvoeter niet. Wat zie je? Je hebt mij gehoord. Geef wat uit mijn kamer uit, man! Goed, ik zal. Wieselijk vrouw mijn plek komen. Wat is het, Jan? We staan niet zo in het donker. Hoe is er hier gaan? Ik, toch je slaap al. Kom, ons lopen draai door die tuin. Nee, kom, drink liever het op. Ik is moe gedrank. Ja, dan gaat hij. Laat hij vallen waar hij wil. Het is jammer dat ik het jou aan bederf. Ben je zo kon verstaan, wie? Ja, ik verstaan haar ook niet. Ja, sy was maar bevoeterd. En dan die burgemeester die gezicht geklip op rugby bruin. Hey, hoe hoog is. Hoe lang is hulle getrouwd? 15 jaar. De kinders? Nee, ik schat sy was bang sy verloor haar figuur. Want die tand, vat het so. Hy het 250 000 rand nodig om sy besigheid te red. Mm-hmm. Sy het genoeg gehad om hom te help. Toe sê sy skielik, sy wil skei. En hy hoor sy wil haar testament verander. Ek meen, ons moes verdoemend. Omstandigheidsgetuienis, bewys nog niks. Ja, maar kyk hoe verneder sy hom voor haar man. Is genoeg om enige man om te... Hy het haar lief gehad. Nou goed, kom eens kijk naar die volgende ochtend. Adjutant, enige ideeën voor die volgende ochtend? Wel, als het een van die huisvrienden was, het die moordenaar waarschijnlijk die moorden al geweet wat gaan gebeuren. Slaap ze nog of wat? Zeker maar. Het zal goed doen. Het is vreselijk opgewerkt de laatste tijd. Nonsens, man. Al wat ooit weet, lees in de kamer hoe dik is voor ons allemaal. Nee, wat? Wat dan? Ik moet even Jan opvoeren. Hij is zo samen met Jan naar de beesten toe. Ja. Nou, dan gaan we een keer in. Wat zeg jullie zo? Kom! Hey. Op neer, wat? Laat hem weer uitmaken, dat is niet saai, nee. Ik heb zelf mijn gezinsheid van plezier. Zonder kleren. Het is een naakbeeld. Denk je niet nu weet? Ja, ze is zo naïef. Ik wil eens 2 dagen hier samen weer klaas. Jozef en Anne. Wat weet jij? Ze kunnen maar lekker, nee. En wacht naar ons praat. Wanneer? Kom, zwem maar toe. Niet wacht, Basie, niet wacht. Kom! Kom!
Wat gaan jullie meisjes vanmiddag doen? Dus gaan petrijden. Tuurlijk jullie gaan petrijden. Dank je. Wie is vanochtend waterlemoen? Ja, koffie, ja. Lolo? Ja, hij is nog koffie, kom hou. Is je lam niet. Die Emily Kool is geschreven. Dat is niet verre. Pak jij wat boeboe, zei ze man. Dat is niet perfect. Dat is Emily lang. Die gaan nog samen rijden. Ja, ik denk dat ze een eigen snap. Oh, die doet het. En hij heeft zijn haren was. Die doet het met haren was. Nee, dat niet. Sorry, wij staan vast. Ik ga die films nemen. Ach, nee man, ja niet. Ach, kom nou, kom nou, kom nou, Elmo. Man, lijk op ons. Elmo, lang niet gaan jullie. Elmo, nee, kom nou man. Kom staan hier. Kom dan, Lolo, Arno, kom dan. Arno, Lolo, kom dan. Armin, kom, staan eens toe. Asay, Asay. Al die aapjes op een rij, prachtig. Mooi. Wanneer krijg je ons die film? Ik heb hem vanmorgen al gekregen. Wees voor ons niks niet. Behalve dat Nina de Jager recht gebiekie gekoring was. Jy krijg die film en jy sê my niks. So moes gesê dat er iets was dat jy dan. Sergeant Strydom. Ik weet niet hoe maak jullie in Johannesburg niet. Maar hier rapporteer jij in mij elke detail. Elke stukje inlichting. Elke sigaretstompie bij je op. Regat je dan? Als ons bij die stasie komen, laat ik dadelijk die film zien. Onthou my. Regat je dan? Nou kom ons vat zaterdagmiddag. Vertel jij mij van zaterdagmiddag. Wel, is een beetje door mekaar voor mij, adjutant, zaterdagmiddag. Oh, allemaal praat beetje door mekaar over wanneer wie wat gedoen het. Als het door mekaar is, moet ons achter mekaar krijgen. Het is net een uur of twee voor die moord weer. Je bedoelt in die precieze volgorde, adjutant? Ja, wie was samen met wie en wie was waar wanneer? Ik heb ongelukkig niet één broer. Ik zag niet, gebruik jij dit man? Ik denk ik zou moeten, want ik moet zijn vierde kant voor die mans gaan koffie maken. En soms zit dan al terug, wees niet? Nee, maar ik ga kamp doen, dan los ik altijd die koffie op je stoof. Oh, gebruik jij dit maar? Ik ga eens een beetje in die zon in het boek lezen. Ik krijg niet genoeg tijd in de week. Heb je ach, zo wie sportsman. Rob, geen meer gewerkt. Dank je. Ik moet zeggen. Lekker babbelen. Water wordt opgedrukt. Dank je. Ja. Ons kloof te gaan. Nee, hulle skiet af. Ek dink ons gaan kyk hoe lyk dit daar by daai koppies. Slaap jy? Nee, 'n sekonde. Hoe nou voel jy? Bed wil nie stil staan nie. Maar druk jou vinger in jou keel, dit sal wat help. Loop ons hier vandaan. Ja, ik heb een eikels. Dank je. Ja, we lopen 2-2. Arnold. Oké, okay. Ga je nou kost van je staan? Zo, Biggie. Ik durf zo wel, maar je skiet die beste. Je gaat samen mee. Ga jij samen, je gaat voor mijn skiet. Ja, dan blijf ik in je hoor. Goed. Kom nou, man. Je lijkt hier ergens als lusteiler in. Als je dan, man. Kan, man. Smaal, man. Alles ook afneem. Links van die mopaniboom.
Wat gebeurt er? Zeker maar van die wijn. En die zon, ja. Wil je niet maar huis toe gaan? Wil je niet omgeen? Nie? Ik heb nou een skoot hierdie kant gehoor. Ik ga kijken of hulle daar is. Goed, zien jou. Afsal. Ik help je gauw. Gaan zoek jij liever voor ons iets te drinken. Ik is nou daar. Ga jij stoot? O, het zal lekker wees. Kom. Kom. Hallo. Ze zijn baie skrams goed geweest. Jan slag me weer af. Kom. Hij glo net in doodskote. Hij kon net hierom gegaan. Daarom. Gaan kijk je daar kant toe. Ek gaan hier af. Right. Soos mekaar nie weer kry nie. Dan sien ek jou weer by die Land Rover. Wat kan toe lê die kamp? Soon toe. Ik ben nou nooit. Was er woensdag? Oh, dank je. Jij nog een beetje? Ja, dank je. Sorry, man. Sorry. Zie je nou? Wat maak je dan? Ja, en toe? Niks trein. Ja. Hoe lang is hij al hier? Nee, net gekomen. Dat lijkt jij zo. Ik is moe. Meer is een half uur gewacht, toch? Ik had iets verkeerd. Ja, je weet wat Dogge doet. Kom maar achter ons op. Waar is Basie? Wees te. Nou, voor wat? Hoofdpijn. Waar is je bom? Ik kan niet verstaan hoe niemand daar hier gekregen. Nou, dat had zeker niet hier verwacht, niet. Het is nou weer technisch, Piet. Dan Snijman staan een half uur bij die Land Rover en wacht voor die ander. 20 treden van hier af. Dan is toch een rookje getrekken. Hallo. Giep, waar is die Liebenberg, Erik? Ik bel van jouw ouders de plaats af. Ons het moeilijkheid opgeteld, Giep, ik wil je maar dadelijk wel. Ja, kom. Waar maak je nu? Of je inspuiting krijg? Ik heb inspuiting nodig, maar ik markeer niks. Is dat niet span? Arnold, ik zei ook niet, oude vrouw, nee, ik markeer niks. Zoiets is een groter skok voor mensen wat je denkt.
Wil jy slaap? Sy slaap nie, man. Sy net help om alles beter te hanteer. Jy is hier met die inspuiting nodig, wat kyk op jy weet. So ja, leen nou bykie. Ek kan nie leen nie, man. Waar is die ander? Jy moet leen. 5 minute of so, dis jy weer reg. Jy gaan duiselig wees as jy te gauw opstaan. Als je al gebeld. Dank zo. Je moet allemaal bij elkaar houden. Niemand mag weg. Lieve bekommer niet. Ons zal alles omzien. Slaap jy? Kan jy voorstel wat die koerante hiervan gaan maak? Ryksakeman se vrou vermoor. Jy bedoel bankrotsakeman. Sy het in elk geval oor genoeg geld. Maar het sal nou juist 'n naweek wees soos die gedansende gedrink. En kyk wie's allemaal daar. Dorp se prokureur, die apteker, die dokter. Bekende beeldhouwer. Jy moet nie vir Lolo vergeet nie. Berugte sakevrou. Mense, julle wil nie so ligsinnig wees nie. Niemand is ligsinnig nie, Josef. Ons name gaan modder wees in die dorp. Dis al wat ek probeer sê. Hy is op sy senuwees. Ek dink wat ons allemaal nodig het, is sterk swart koffie. Mens moet seker ook maar jou woorde tel hier, Rod. Hy is nie vir niets so op sy senuwees. Shhh. Muur uit ore. Bel. Hey, kom, pas Arnold. Hij is bij meneer Adler. En die Anna? In tuin. Willem krijgt ons allemaal bij elkaar alsjeblieft. Hij gaat gewoon koffie maken, wil koffie? Vraag voor Lucas om je te helpen, dan kom je dadelijk terug. Luister, hier gaan ons eens een spul verdachtes baan doen. Ons is tot vanmorgen nog allemaal goede vrienden en ik zie nu ook om dingen nou moet veranderen. Ons is allemaal onder verdenking en je weet het. Denk je raar zo? Hij komt niet. Is een moord gepleegd. Niemand heeft gezegd dat is een moord. En wat denk jy is dit? Hartverlamming. Dit kon 'n ongeluk gewees het. Ons bly almal hier tot die polisie kom. Lolo gaan kyk of Arnold klaar is met Jan en dan kom jy dadelik terug. Hulle vir Arnold gesien. Daar is by Jan. Lolo sê is nie daar nie. Het gerei. Manie, nou net vir 'n kom koffie maak het. Ek probeer ek hoor 'n motor. Kom saam met my. Maar die koffie is amper reg. Kom. Waar is Arnold? Hy het glo gerei. Hy het my niks gesien. Seker iets op die dorp gaan al. Ek dacht ons moet allemaal hier bly. Hy sal terugkom. Maar hy kan gaan rondrits, maar ons... Wees daar nou, Josef. Beste ding wat ons nou kan doen is om kalm te bly.
Ons gesiek nie net allemaal hier rond sit nie, gaan ons. Daar is een ding of twee wat ek graag wil sê voor die politie kom. Ek dink ons ken mekaar lang genoeg om te weet is die een van ons nie. So ons kan maar ontspan. Al wat die politie van ons gaan verwag, is om saam te werk. Hulle gaan leidrade nodig en ons sal hulle moet help. Maar ten spyte van alles, is daar nog iets wat julle moet weet. Al gebeur wat ook al, hierdie hele affaire gaan vir ons 'n spul slegte publisiteit gee. Hulle gaan in ons hangkaste rondkrap op soek na geraamtes. En nie net die polisie nie. Die koerante ook. En die vader behoede ons. Want nie een van ons is lus vir 'n sonnagkoerant se agterblad. Niemand van ons kan dit bekostig nie. Al wat ons eintlik kan doen, is om staat te maak op ons vriende. Ons vyande sal sorg vir ons. Dag, jy gaan ons moet inprak. Nou, al wat ek eintlik wil sê is, speel op kaarte met die polisie in. Pas op wat jy vir die koerante sê. Ek dink ons moet saam klaar besluit, niemand praat in die koerante nie. Dit gaan nie maklik wees nie. Ek kan nie sien hoekom met ons in hierdie gemors betrek word nie. Ek het hier na toe gekom om koere te kom skiet. Dis al. Wel, volgende keer moet jy maar net jou vriende beter kies, dis al. Basie sê selfs nie een van ons nie. So hoekom met ons in die gemors betrek word? Ek het 'n naam om aan te dink. Ons het almal 'n naam om aan te dink as jy nie omgee nie. Ek dink jy gaan hierdie ding vir Arnold se praktyk beteken. Nou hol hy weg. Hoorie, dit gaan ons nêrens bring nie. Of ons staan by mekaar. Ons, nou is dit alles ons. Ek sê jou, ek het niks met hierdie gemors uit te waai nie. Ek ook nie. En Jan ook nie, en Willem ook nie. Hoe weet jy? Morgen. Ja. Prachtig al die verkeerde mensen. Waar is Jan? Hij slaapt nog. Ik denk dokter Delarey het om een inspecting te geven. Is dokter hier? Oh, hij is niet gaan door, dus als ik er nou terug wees. Oh. Ja, mensen, ik is jammer, ons heb je allemaal verklarings met, ja? Sergeant, jij kan maar beginnen. Ja. Dan kan meneer Liebenberg met die lijk gaan wees. Sergeant Strijder. O, jammer. Ek het nie voorgestel nie. Sergeant Strydom was die nuwe man by die stasie. Hy was tot onlangs nog by moord en roof fabriek. Net voorstel. Meneer Josef die Jager, beeldhouer. Die man wat die steenbokkie by die Spuitfontein voor die nuwe supermark gemaak het. En mevrou Nino die Jager, sy vrou. Ag nee. Mevrou Delarey, die dokter se vrou. Mevrou Annie Liebenberg, meneer Liebenbergse vrou, meneer Willem Lotter, plaasbestuurder, en ja, Daan Snyman, apteker op die dorp. Aangenaam. Oh, en, excuse toch, Lollo de Beer. Mevrouw Lollo de Beer, van Johannesburg is ek reg het. Ou vriendin van die gesin. Hoe laat het gebeur? Ek weet nie, waarskynlik gistermiddag laat. Dit is in 4 en 5. Was sy alleen met die lap? Ja. Nou, hoekom? Sy het blykbaar vir ons gaan koffie maak. Hier is ons. Ons manne. Ons het gistermiddag 'n bok gaan soek. Hy is by die landrouer tot by die jagkamp en loop toe verder. Eindelik het Daan hom gekwes. Toe hardloop ons agter hom aan, maar toe kon ons nie kry nie. So, julle was nie die hele tyd by mekaar nie? Nee. Ek en Daan het saam geloop en Dr. Delarey was saam met meneer Adler.
Jy sê, Dr. Delarey was saam met meneer Adler. Ja, en Basie Liebenberg was by Josef de Jager. Jy het nie enige ander skote gehoor nie? Ja, daar was heel wat ander skote. Nou, die Daan, is hy die apteker? Ja, Daan Snyman. Nou, was jy en Daan die hele tyd by mekaar? Wel, toe Daan die Kudu Quest, toe hardloop ons agter hom aan. Toe verloor ons mekaar so rukkie. Wel, ons kon nie die bok kry nie. En toe kom ons weer uiteindelik by mekaar uit. So jy was 'n ruk lank alleen? Ons was almal 'n ruk lank alleen. Maar ek dacht, jy sê, jy het 2-2 geloop. Wel, Dr. Delarey en meneer Adler was 'n rukkie lank uit mekaar. Hulle het nie saam by die kamp aangekom. En Basie Liebenberg was vroeg al terug huis toe met die kopse. Toe is Josef op hulle. Ja, ons het voor die tijd afgesprek om mekaar 6 uur weer by die kamp te kry. Wie was dit nou allemaal? Ek, Jan, Willem, Arnold, Daan en Josef. Ek het die hele dag hoofpijn gehad en so teen 4 uur se kant het dit nog nie reg gesien. Teruggekom huis toe. Te voet? Ja. Is jy by die kamp langs? Nee, ek het kort pad gevat. Ek by die huis aankom, dus jou min klaar weg, jagkamp toe om vir die ander koffie te maak. Ja, ek het nog altijd gesê, sy gaan tees bedokte. Sulke vrouwmense wat so heel dag achter mans aanloop. Die ergste van alles is dat sy hulle elke keer soos warm patat los. Wat vir Josef? Ek dink nie, hy het al ooit vergewe nie. Ek het vrijdag aan op hulle afgekom. Maar hy gelijk hulle baklei. Rar. Jy weet hoe emotioneel is hy. Polisie. Ons gaan seker maar nog baie van hulle vandag sien. Seker jy ons met die vergrootglase. Gaan hulle ons vingerafdrukke vat? Seker maar. Waar bly Arnold, denk jy? Ek gaan hom bel. Die deur was oop gewees. So sy, sy was in die hut. Sy het bekers goed, Komalia. Gas is gedaan. Loop, sy het, wacht iets, maar dat is wel mooi zo, hè. Sy het zelf vuur gemaakt. Hoe weet je dit? Haar handen is vuur. So, jy sê, jy het 6 uur bij die Land Rover staan en wacht voor mekaar. Mm-hmm. Hoe ver is dit van die laapbaan? So 20 treeseks. Nou, hoe is het dan dat niemand haar gesien het? Al ons nie geweet, sy kom koffie maak nie, so ons daar nie nou verwacht nie. Wie was eerste terug bij die Land Rover? Ik weet niet, ik was die laatste in haar op gedag. Jy sê, jy het saam met Liebenberg gestap die dag. Wat basie, ja. Nou, hoekom is julle uit mekaar uit? Hy het die hoofpijn gehad en het omgedraai. Wat maak jy toe? Toe loop ek verder. Niks kreeg jy om te skiet nie. Ek het 2 keer geskiet, maar het was elke keer mis. Swak skiet. Ek hou nie eindelijk van jacht nie. Het elkeen sy eie geweer by hom gehad? Ja, allemaal behalwe ek en Dr. Delarey. Ons het by Jan gewere geleen. Hoeveel skote was daar geskiet die middag? Wat jy kon hoor? Ek het nie eindelijk getel nie, man. Seker so 10 of 12. Hulle kom hier by mekaar. Hulle sien haar nie. Hulle rui huis toe. Wat gebeur toe hulle by die huis aan? Pas vol te weet waar hy al min is. Dis toe al donker. Hoe sterk skema. Ons gaan soek toe op perd, toe hy nie op stal is, net ek en Jana gaan soek. Maar julle kyk nog steeds nie in die lapa. Die lapa word nog selig gebruik. Net so af en toe as Jana sy vriende die vleis draai. Ha, en toe? Toe ons haar nie kry nie, het ons die perd sy spoor gevolg. Aha. Wees my bykie, aan die kant. Ten 18 sekant het die bediende kom sê, Rex is terug. Nou, wie is Rex?
Amen, sy paard. Hy die paard nie stil gekry met nog sy saal. Toe dink ons allemaal die paard het al seker maar afgegooi. En toe is die mans weer weg. Wie allemaal? Allemaal. Willem, Jan, Basie, allemaal. Hulle het teen middernag weer teruggekom om te sien of sy nog nie terug is nie. Basie wou die polisie bel, maar Jan wou nie. Hy was seker die paard het daar afgegooi. En toe is hulle weer weg. En wat het julle gedoen? Ons het maar gesit en wag. Ek en Nina wou saam gaan, maar Jan wou nie. Nou ja, en toe krijg Willem al vermoord. Wacht voor jou. Ja, maar nog net zo 5 minuten. Snel bij jou. Sy was my beste vriendin. Weet jy of sy verhoudings met mans gehad het? Nee. Hoe was haar verhouding met haar man? Nou sit mevrou. Nie baie goed nie. Hoe sê jy so? Wel, hulle was op die punt om te skei. Hoe seker is jy daarvan? Sy het myself gesê. Niemand had ervan geweet, behalwe misschien een procureur nie. Sy en Jan het stilgehou. En Jan wou skei nie, dit was sy. Sy kon dit net nie meer uithou nie. Wat kon sy nie meer uithou nie? Ek het 'n slaapkamer probleem. Iets gekry? Niks om van te praat nie. Het iemand anders perd gery gister? Hulle en my vrou. Hulle is terug voor Elmien weg is. Wie het tot waar hulle gery het? Tot by die watergat. Hulle is bang ons sien hulle vir kudos aan. Wense was seker daarvan. Ek is seker is hy. Dit is interessant as jy so sê. Maar beteken vir ons niks as jy nie goeie redes kan gee nie. Maar hulle wou nie die polisie laat kom nie. Waar het jy gesien iemand se vrou raak weg? Jy soek heel nag na haar en jy laat nie die polisie kom nie. Hy wou tyd wen. Nie nog redes. Hulle beklei vrijdag aand. So julle was vrijdag aand al hier? Ja, ons het vrijdagmiddag hier aangekom en die aand het ons partytjie gehou. En toe het hulle beklei vooraan? Nee, na die tyd in die kamer. Ons kamer is langs haar. Mense beklei seker soms? Nie so nie. Kon jy hoor waaroor hulle beklei het? Sy het rondgeloop. Ek ken ook die kinderstories, maar die feite. Jan het my gevra om 'n privaat speler aan te stel. Ek kan die leer op kantoor as jy wil sien. Waar kom het neer? Sy het 'n verhouding met Josef die jaar gehad. Nie ernstig? Hy was ernstig. Ek dink sy het sommer net gespeel. Toe los hy vir Josef en begin 'n verhouding met Arnold Galerie. Waarom was sy ernstig? Weet Jan hierdie ding? Nee. Hoekom sal ek hom seermaak? Hulle was in elk geval besig om te skei. Almal het maar net gekom oor Elmien. Almal was mal oor Elmien. Nie oor hom nie. Verskoon my. Wacht, Piet. Wat is dan? My ding hier.
Niks buitengewoon so ver nie, maar... Maar wat? Dit is naaks een klomp mense. Ek dacht nog altijd, plattelandse Afrikaners is voorbeeldige mense. Ach, Pietro, sê Shakespeare nou weer. There are more things on earth than in heaven, oh dear Horatio. Precies. Tussen haakies. Die dokter en de jager het met Elmien verhoudings gehad. Morgen! Morgen, Jan. Morgen, Jan. Jullie man al iets gekry? Niks naaks so ver, nie. Maar Lans nog nie opgedaag, nie? Nog nie. Ek wil jongens met so lang een paar kiekies gaan vat. En ek wil Gietsel sê van skoensporen. Ga wie ek dink, jy kom saam met my. Seef, dank je dan. Gietsels van elke skoensool in hierdie huis. De laatste een. Amma, Jan Adler en op. Die vrouwens en ook het jy dan? Ek het gesê, amma. En dat is omtrent genoeg. Je weet, hier is een interessante ding hier. Hier is jou wat spore, daar's. Joune, myne, hare. Waar is die Diepenbergse? Hy was saam met my hier net met. Maar daar die kant. Daar is omtrent net haar spore. En steewelspore. Precies. Dat is die myne, joune of Diepenbergse. En die enigste ander mans wat hier was, was Willem Lotter vermoord. Die lijk ontdek. Jan Adler. Maak van my gietsels van al die spore behalve ons wesen. Maar merk daar een vir my. Merk daar een vir my met die kruis. Red. Al die verklarings behalwe Adler en die dokter zijn. Slaap Adler nog? Ja. En die dokter? Hij is nog niet terug. Maar? Hij heeft die hospitaal gebeld. Hij was nog glad niet daar. Daar is ook niet antwoord bij zijn huis niet. Hou die fort. Ik is nu terug. En vind van mij uit wie we allemaal bij die lijk voor ik vanochtend daar gekomen. Een kwart voor vier het mevrouw de jager op televisie gaan kijken. En toen is mevrouw Adler weg jachtkamp toe om koffie te maken. Nou, mevrouw de Larrey en mevrouw Liebenberg te gaan paardry. Hulle is terug om hem bij kwart oor drie. En teen daardie tijd zien we voor mevrouw de Beer, wat hier langs die zwembad zit en boek lees. Nou, kwart oor vijf heeft mevrouw de Beer aangekomen om televisie te kijken. Toen was jullie allemaal samen, tot die man teruggekomen het zo om hem bij half zeven. Zou enig iemand wat niet samenstem nie? Wat enig iets wil bijvoegen? Annie was er rukkie weg geweest terwijl ons televisie gekyk het. Is dit so, mevrou? Ja, dit is so. Jy het nie in die verklaring gesien. Ek het vergeet daarvan. Waar was jy, mevrou? Ek het gaan stort. Hoe lang was jy weg? Ek het nie eintlik gekyk nie, maar seker omtrent so 'n uur. Jy het 'n uur lang gestort? Ik kon korter geweest het, maar ik het haar ingedraai en sulke goed. Hoe laat was het om te doen? Ik weet niet. Ik weet niet, ik was bij die ander terug half zes. Dan was je langer als een uur weg. Je is uit voor ik bij jullie kom sit, want het was kwart voor vier. Zo, so, ik kon 2 uur weg geweest het, mevrouw. Oh, niet zo lang gevoel, niet, maar ik weet dat ik begin haar indraai het, was Elmien nog hier weg, nie, want ik het aan haar kamer gehoor. Nee, dat kan niet wees, nie. Toen ik wakker word, het ek Elmien buiten hoor praten. Toen staan ik nog bij de venster en kijk hoe ze wegrim die pad. En toen ik bij mijn kamer uitkom, was jy nog bezig om te stort. Wel, iemand moest in haar kamer geweest het, want terwijl ik haar ingedraaid, het ek iets oor omval of een laai wat vasthak wat niet wil doen, of zoiets. So stampgeluid of omvalgeluid, met andere woorden. Ja. Wat er dan? Kom eens zeker aan. Nee, ons het maar net allemaal gewonder wat van jou geworden.
is jammer, ek het net die kans gesien nie. Jy en Alwin Adler het 'n verhouding gehad, so dat? My vrou weet nie daarvan nie. Verander jy aan die feit? As dit in die hof uitlek. Wat sou toch? As jy ernstig word. Jy verstaan nie, wat gaan dit my nou help? Voorheen het ek geweet ek gaan vir hulle seer maak. Ik heb ook geweet ik een vrij Almien krijg. Nu kan ik me net verloren, zo. Nee, man, is meneer Adler. Dus blij is wakker. Strijd om eens hiernaar. Ken je? Sergeant Piet Strijd. Ik zie begin van die maand hier naar de glas. Ja, zie. Ik hoop niet iets in die kamer geschreven, nie, meneer Adler. Ons wil graag vingerafdrukken kom neem. Nee, ik het nie. Aan niks geraakt, nie. Kinderharing opgetel. Bij ongeluk. Ik zou niet recht opgeteld dat als hij recht opgestaan had in zijn stand. Ik zie die spoeders, ja? Ik denk jullie morsen dat tijd, meneer. Maar Jan. Ja, Giep. Jammer voor die verlies, ja. Giep, luister, die mense daar binnen is allemaal gasten van mij, is allemaal goede vrienden van mij. Ik besef, maar die ding is... Niks zeg maar niet, man. Jullie mors jullie tijd, jullie mors jullie tijd. Jan, is routine nou, ons moet het doen. Ja, zorg dat je in een van die plaatsen vis, alsjeblieft. Ach, Jan. Nou, wat zei die gietjes? Het is Lottersen. Ja, hij was daar. En dat is Liebenbergsen. Hij was ook daar, ja. En daar een wat jullie met die kruis gemerkt hebben? Hier een. Dat is meneer De Jagers. De Jager? Die beeldhouwer. Maar hij was hier daar nie. Nee. Volgens zijn getuigenis was hij nooit in die laadpan. Laatste van je gezien. Ah, nee, wat dan nu? En toch dan was het vroeger. Je man daar is het? Is bezig. Wat is nou het? Hij houdt niet ervan om een dagse plaat te worden. Ah. Maar net een minuutje of zo. Je kan hem na 6 zien. Hij werkt elke dag van 10 tot 6. Kan hij je na 6 verwachten? Nee, man. Het is alles recht. Los het dan. Even hier. Dank je, mevrouw.
Knock, knock. Iemand hier? Oh, meneer de jager. Hoe kom jy hier in? By die deur. Ek is 'n bietjie oud om deur vensters te klim. Het my vrou jou laat inkom? Nie eintlik. Niemand is veronderstel om in hierdie ateljee te kom nie. Nie as my vrou kom hier in nie. Maar jy laat die deur oop. Hoe moes ek weet? Op die platteland is ons gasvrye mense. Hou nog 'n klompie beelde wat hier het, meneer de jager. Naam weer. Die lyne en dinge, jy weet, baie kunstig. Dankie. Ja, ek vra myself, waar kry julle mense die idees om al hierdie goeders te kan maak? Sy het van my, ek kan help, wat jy dan? Nee, wat ek maar sommer net op my rond is. Nee, ek wou net sê, want ek is bitter besig. Jy sê, jou vrou mag ook nie hier inkom nie, meneer de jager. Nee, as ek nie hier is nie. Ja? Ja, ek sê ook, met al hierdie kostbare goeders hierop. En daar die deur? Ek was vir 'n oomblik uit om te gaan water drink. Sy het vir jou gemodelleer, nê? Ja. Al hierdie ateljee? Nee, op die plaas. Rooibokkraal? Ja. Jy het 'n verhouding gehad? Nee. Wat het jy om weg te steek oor Elmien Adder? Ja. Om weg te steek? Niks. Sy het vir jou kaal plezier, nê? Ek is 'n beeldhouer, adjudant. Werk heel dag met naakmodelle. Met jou vriende se vrouens. Weet jou vrou en Jan Adler van hierdie kaal gesit op die plas? Nee. Meneer de jager, jy vir my sê julle beeldhouers is sulke koue bloedige mense. Dat jy 'n pragtige vrou soos mevrou Adler sonder 'n draadklere aan kan skets en dink sonder om nie versoeking te bela. Ek dink jy mors nou my tyd, adjudant. Nee. Sy sê, kom ek nie jou tyd mors nie. Jy was saterdagmiddag by mevrou Adder, kort voor sy geskiet. Jy vat 'n kans. Jou getuienis is onvolledig. Hoekom jy ons nie gesê jy was saterdag? Ek was nie daar. Sit jy stewels met so'n spoor? Ek weet nie, miskien. Dis die stewels wat jy saterdag aangehaal het. En dis die spoor wat ons by die Napa gekry het. Jy het vir ons gesê jy was saterdag gehad die naby die Napa. Wat sê jy, meneer de jager? My vrou mag nie hiervan weet nie. Kom maar. Middag. Meneer de jager, jylle ken mekaar. Hy het die verklaring nie blijf graag wil maak. Meneer Adler is in die kantoor. Oh, dankie. Skoon. Jy is ou jou man. Giet. Moet om jou te sien. Gaan het. En dat jylle vir jou vraag, jylle vir my moeg. Snap jy dan? Zorg van. Kwak het vir die pillig. Jylle, hè? Mm. Sit. Knap kerkie, jylle.
Ja, maak jy nie veel hond haar af my kwale nie. Wat se kwale jy dan? Niks het nie mes van gaan doodgaan nie. Soos wat? Ag, alles wat is eintlik van oor 40 af moet verwag, jy weet. Lae bloedsuiker, maagswere, oumansklere. Ag nee, wat jong, jy's te jong vir oumansklere. Oud is jy nou, 40? Amper. Nog nie 40 nie. Nee, wat is nie oumansklere nie, dit is bekommernis. Hoe sê Shakespeare nou weer? Oh, the slings of worry that doth detect us. Ek weet ek mal was of wat nie, maar ek het vir 'n maand of twee gedink ek sal doodgaan as ek haar nie kry nie. Jy het dit vir haar gesê? Ja. En toe? Ons het 'n ander lyntjie gehou. Sy het nie ja of nee gesê nie. Maar sy het vir my gesit, eers vir 'n paar sketse en toe later vir 'n beeld. Waar ben jy? Wat wil jy? Nee, op die plaas. Ek het gesien sy hou daarvan as ek haar vlei. Sy het myself uitgelok. Sy was, om my waarheid te sê, sy was koketterig. Ek dink sy het geniet om my te terg. Hoekom sê jy so? Ek weet nie hoe om te sê nie. Een mens kan ons sê. Nie waarop een vrou vir jou kyk of glimlag. Al die goedertjies wat sy doen. Geen my voorbeeld. Ek is dom met vrouwmense. Ach, is moeilik om te verduidelik. Is meer een gevoel as iets anders. Met ander woorde, dit kan jou verbeelding doen. As een vrouwmens vir jou begin kyk, soos een prikkelpop vir een camera, sy het seker gesien ek raakte ernstig. Want sy het op 'n dag net gesê sy gaan nie weer vir my sit nie. En dat sy my nie meer alleen wil sien nie. Wat doen jy toe? Ek het haar probeer ontpraat. Toe dreig sy gaan vir Nino sê. My vrou. Toe los ek haar. Jy sou met ander woorde 'n verhouding met haar gehad het as jy kon. Die man wat sê hy sou nie lieg. Wat het daardie saterdagmiddag gebeur? Wel, ek het na die kamp toe gegaan om te gaan water soek. My water was op. Toe sien ek die rook in die lapa. Toe gaan ek soontoe. Toe sy daar besig om koffie te maak. Hoe laat was dit? So al 5 se kant. Sy was baie kort af met my. Sy was die hele naweek maar 'n bietjie bevoeterd. Wou skaars met my praat. Ek was 2 of 3 minute daar en toe loop ek. Ek het eers water gedrink. So jy het geweet toe die ander kom in julle ry. Toe jy al geweet dat koffie vir julle was. Hoekom het jy vir hulle gesê nie? Ach, ek weet nie. Kom nou. Wel, ek het gesien dat perd is weg en ek was nie lus vir koffie nie. Het die likskouwings opgedoen? Nie juist nie. En die patroon. Gewone 3.8 sakpistooltjie. Ek het nagegaan. Niemand wat die naweek by jou was, besit so 'n wapen. Ja, ek het jou gesê, is nie vir my mense nie. Is moontlik reg. Dit is net nie aan die soort nie. Ek weet nie wat sy motief kon gewees het. Om jou die waarheid te sê, daar is net een persoon wat 'n motief kon gehad het. Dis jy. Ja, ek weet. Ons sal later na jou terugkom, meneer de Jager. Ek dink nie ek het nog iets om te sê nie. Mens weet nooit nie. Ons man, kyk hoe sake ontwikkel. Ek neem aan my verklaring is vertroulik. Wel, behalwe as dit voor die hof as getuienis gebruik word. Met ander woorde, dit sou beter gewees het as ek gelieg het. Twyfel. Julle intimideer mense en dwing mense om dinge uit te lap en niemand het die geïntimideer of gedwing nie, meneer de Jager. As jy niks te maak het met die dood van mevrou Adler, dan sluit ons hierdie leer en vergeet ons voor. Ek sê jou net, as my vrou of Jan Adler hier van my... Ek wil hê jy moet binne bereik bly. Daar mag dalk vrae opduik. En toe? Wat maak jy? Heila, ek is besig.
Wat klop je nie, man? Laat my skrik. Ek sien nie, is gaar. Ek verwag ons iemand hier. Weet jy hoe laat is dit? Vir wat antwoord jy nie telefoon? Ek sê jou, ek werk. Ek het die prop uitgetrek. Wat doen jy? Ek ruim op hier, man. Kon jy nie net gebel het en gesê het? Wanneer bel ek jou as ek op diens is? Jy is op diens. Maar jy trek die prop uit. Wat is dit, Hyla? Wat pla jy? Het is 11:15. Wat hou jy die goed so toe? Wat gaan met jou aan? Niks gaan met my aan nie. Ek pes het net as mense nie hulle nieuwsgierigheid vir hulself kan hou. Jy wil heel tyd af van my weet. Waar is ek? Wat doen ek? Wat is die? Wat is daarie? Hoorie. Iets gaan met jou aan. Is ek reg? Jy is oor werk of jy is verlief op iemand anders of jy het probleme waarvan ek nie weet, maar jy was nooit so nie. Kom sy huis toe. Wat rij jou? Niks. Jy sien, die hele lot lyk van my doodgelukkig. Daar hou nou sy. Ek neem dat jy nou moet draai, so op die poog af. So jy nou draai, daar is een daar wat lyk of hy van plan is om vanmiddag aan moord te doen. Nou, ek denk nie, jy is dan moet so dan wat kyk nie. Kyk nou, jy is nou na die Bybel. Nou klonie hierdie een gaan ons iets sê nie. Ja, maar ek wil weet, waarom was hy so bevoete? Sy was die hele naweek bevoete. Ja, maar hoekom? Nee, het sy nie dat geweet iets gaan ons skeefloop. Sy het dan weer vir ons wat. Weer? Ja. Maar het is al 3 keer sy het dan nog net 1 keer op. Wat jy dan? Dink wat sy het probleem. Weet jy, ek reed recht om so die middel van die week weg te kom nie? As ek permanent uit Johannesburg kan wegloop, sal ek. Weet nie, hou jy dit daar nie? Maar dat is juist die punt, ek hou dit al hoe minder. Ek weet nie of het oor Amin of wat is nie, maar ek sikkel nog 1 hele week. Weet jy, werk ooit aan gewoon sal raak nie. Maar dit kom het weer. Ek gedink ek wil so rukkie wegkom, maar hier so baie los drade. Maar eet jy dat? So is so. Jy moet sê, is daar iets wat ek jou kan doen? Ja, jy kan vir my goeie agent kry. Wat is agent? Ek gaan alles verkoop. Woonstel, plaas, bezigheid, als. Jy maak seker 'n grap. Ek sal maar net moet. Kijk. Ek weet mense voel so, maar jy moet nie oorhaastig emosioneel besluit nie. Dit is jou brood en botter onthou. Jy moet dink, jy weet nie wat jy aangaan nie. Bezigheid werk op 'n verlies, plaas werk op 'n verlies. Die woonstel maak net genoeg om my skuld af te betaal. My rente liewe. Jy geloof my nie. Nee. Vraag van baas Liebenberg. Ek verwacht my eens vanmiddag hier, so. Hy sê, jy kan sê. Hulle wil my liquideer. Ja, wat van Amin, sy toch? Sy het nie aangebied hier en ek wil nie gevra nie. Jy sê my niks af van. Wat sê jy kan doen? My lieve mens, ek is een geldskieter. Ek kon immers op jou een lening gereed het of iets. Nee, wat? Help die, ek leen geld om skuld af te betaal. Ek sal maar moet verkoop. En iets begin wat brood verdien sal. Wat sê Amin se testament? Waar het sê, ek weet nie. Maar sover ek weet, erf jy alles wat by my wil lees. Wat sê by jou ook wil? Jy weet nie daarvan nie. Ek weet niks van haar saak af. Sy het voor verlede jaar 400.000 by my wil. Hoeveel? 400.000 rand. Sy het nie soveel besit nie, man. Of jy is onloos, of jy is baie goed te neel. 400.000 rand. Sy het die belegging 2 maande gelede opgeroep. Maar volgens ons ooreenkomst het sy my 90 dae kennis gee, so die geld sy volgende maand uitbetaal word. Wat wil sy daarmee maak? Niks gesê nie. Al geld waarvan ek weer is geld wat sy in aandele gehad het.
is omtrent R160.000. En dan nog 60.000 of R70.000 met twee bouwverenigings. Ja, wat is dit? Dus R230.000 plus mijn R400.000, dus R630.000 plus die bonusobligaties. Wat zijn bonusobligaties? Ik was elk jaar met haar in de bonusobligaties. Ik denk dat is omtrent R80.000. Ik weet niet hoe stel het je zo niet. Als alles onder mij het verkoopt en zij zit met... Je weet, ik ken haar niet. Meer ik vanuit van de meer besef ik het dan nooit gekend. En dan toe? Doch, ik kom niet meer. Wat gaan aan? Ach man, ik zie het plan, maar ik moet met jou praten. Hoe kom je hier? Man, ik zie je moest ik wel hier, iemand moet weten. Als je naar mijn kantoor gekomen bent, zou niemand gedacht dat het s'nachts is. Maar als iemand ons hier moet zien. Kom, kom, Finnas, wat zeg je zo vandaag? Morgen. Meneer Adler? Lotte. Is het hier waar die moord plaatsgevind het? Wat is een moord? Ons is van die pers. Mijn naam is Kreer en dit is mijn vernoot Willy Verheyen. Ach, nou. Morgen. Nee, sien, ons is op die zaak van mevrouw Adler. Ja, ik weet niks van mevrouw Adler. Oh, meneer Adler, is hij hier ergens? Nee. Hé, hey, wat denk je nu? Nee, wacht, ons vat niet een paar foto's, meneer. Sommige van je enige iemand? Nee, maar als je een paar vragen is van antwoord, dan kan vraag ons... Vraag die politie. Als haar story is, dan zal hulle weet. Hoe het u gesê is, Ivanne weer, meneer? Ik heb niet gesê nie. Hoe lang het u haar geken, meneer? Meneer, die lemors my tijd. Ik is bezig hierso. Die kwestie van haar persoonlijke leven, meneer. Hulle sê sy was nogals liever mans. Kom in jou kar. Maar het nog niet klaar nie, meneer. Kom in jou kar. Nee, wacht een beetje, meneer. Maak je weg. Ik heb een paar vragen, vrouw man. Alsjeblieft, meneer, nog net een vraag. Was u bij daar een partijtje geweest die vorige... Geen rij of niet? Kom ons mee. Toe krijg je een rij. Zeg mij meneer, is het waar dat allemaal onder die invloed van drank was daar die vorige aan? Als ik jou één keer weer op die plaats zie, voeder ik jou. Verstaan je mij? Dat is privaat grond, hierdie. Rui, krikkie! Ik voel dat iemand moet iets doen om haar naam te beschermen. Hoe bedoel je nou? Misschien is haar spul stories zo raar. Toen ze geleefd het, eet allemaal uit de hand uit. En nou... Wat zijn stories? Ach, al die verhoudings wat ze kaste gehad het. En dat ze Jan niet wil helpen nie, omdat hij bezig is om bankrot te spelen. Zeker goed. Is toch iets soos naamskending, is dat niet? Ongelukkig is partij van die stories waar. Hoor hier, ek weet is waar dat ze Jan wil los. En ek sal vir jou sê hoekom. 18 maanden nou al slaap hy in sy eie kamer. Dis hoekom sy hom wil los. My man was mal oor haar. Hy het openlik by haar aangelê. Ek weet het. Allemaal denk ik weet het nie, maar ik weet het. Ze het al die kans in die wereld gehad om het ding met hom te beginnen, maar ze het nie. Ze het vir my kom sê en ons het besluit, goed, ons los dit, het sal oorwaai. Josef is kort op iemand verlief. Plaat het jou nie? Natuurlijk plaat het my. Maar ik het al geleer. Ignoreer dit en gaan het weg. Wat van haar story met Arnold? Kijk, dit is die enigste ding wat waar is. Sy wou met Arnold trouwen en dis hoekom sy Jan wil los. Nie oor Jan bankrot is nie. En ek sal vir jou ander ding sê. Juist oor sy Jan nie en sy verknorsing wil los nie, het sy van haar beleggings by Lolo de Beer opgeroep. Sy wil al sy skuld achter sy rug en betaal sonder dat hy daarvan weet. Sy wil hom nogtans los. Sou jy nie ook nie. As jou vrou uit jou kamer uittrek en weier om terug te kom. Sy wil haar testament ook laat verander. Ek weet, nadat sy sy skuld betaal het. Is jy seker sy wou sy skuld betaal? Sy het met my bespreek. Sy het klaar die geld aangevra. Lolo de Beer sal weet. Ek sal 'n bietjie aangaan help. Waar kom jy vandaan? Nergens. Vra, waar was jy? Dorp toe. Om wat te doen? Vra ek jou die hele dag uit. Waar was jy gister? By die polisie. Om te wat? Om verklaring af te doen. Oor wat? Wat ze verklaren? Voor Elmien. Ik was bij haar zaterdagmorgen voor ze geskiet is. Josef, weet niet. Ik heb gaan drinkwater zoeken. En toe wat? Toen loop ik weer. Hoe kom ik je me niet gezien? Ik wou niet.
As daar niks gebeur het nie, dan sou dit nie belangrik gewees het. Maar het is net voor 5 en het is ek terugveld toe. Half 6 toe terugkom toe. Toe sy dood. In ander woorde, ek was die laaste een die dag gesien het. Ek vraag jy, hoekom het jy my nie gesê nie? Was bang iemand sou dink dis ek. Maar ek sou toch eens so gedink het nie. Dit was nie ek wat daar geskiet het. So. Ek sweer. Jy was been af op haar. Weet het nog altijd. Dat is misschien een beetje onder haar invloed, maar... Moet net niet van mij sê, sê jy probeer verlei nie, want sê het nie. Wat sê het op een manier? Jy wil graag gehad het, sê moes. Sê het maar net een manier gehad met die mens. Wat het jy dat besluit om die politie te gaan vertel? Had ek my spore daar. Even terug. Voel ze echt zoiets doen? Je was verliefd op haar. Ze wil niks meer te doen en je het weer na te gaan om haar te proberen ompraten. Ik is geweest, ze was daar niet. Ik ga drinkwater zoeken. Je wou gaan ompraten. Ze had je afgejakt en je hebt je meer verloren. Bezig om een gemorsemans leven te maken, het is een spul toevallige omstandigheden. Moet je van mij klomp afgeen, man? Je praat met je vrouw, niet met die politie, niet. Je was verliefd op haar en sy het niet voor je gevangen. Een goed aan ik was, as jy wil weet. Ik was mal oor haar, want sy was tenminste intelligente geselskap. Sy het my verstaan. Sy het tenminste geweet waar het gaan. Sy het my gewys hoe lyk een vrou as sy een vrou is. Lyk het jy al iets gekry? Waar is mevrouw de Beer nou? Sy is gerust die oor en sy is nie kom bys toe nou. Ja, daar sal seker nog baie water in die see loop. Maar het lyk vir my, dis dalk een van jou vriende. Wie? Weet nie, was het toch nie genoeg om hom op te tel nie. Maar so ver is het die jager wat die meester lieg. Hy was saterdagmiddag by haar in die Lapa gewees. Net omtrent die tyd wat sy dood is. Ons het sy spore gekry. En hy is hier nog die langste alleen in die veld was daai middag. Ek weet nie so mooi nie, Giep. Ek sou iets wees. Hierdie opgeskeerde, halfverbrande briewe kry ons vandag op sy asloop. En ek sê, hy het verbrand, want hy het stikke oorgeloop. Geen ydele dreigement nie. Ek sien jou reed dood... Is dit sy handskrif? Ja. Maar wie sê dit vir haar geskryf? No. Selle papier. Selle handskrif, selle asloop. Maar, hier is haar naam. En hier is hy weer. Maar sy het vir haar geskryf, hoe kom dit by hom gehou? Seker nooit vir haar gegeen. Ek dink jy raai nou sommer, Giep. Ek moet my steur aan sulke goed. Dit bewys nog niks nie. Maar as getuie is. Al wat ek nog moet kry is die wapen. Ja, bewys het. Bewys iets. Enig iets is beter as die gesit en wonder. Wil jy dop hê? Ja, bedienste, dankie. Jy sal seker dankie wil hê. Jong, ek moet raai. Maak het iets ligs. Meukie. Ja, dit sal lekker wees. Jan sê vir my, julle het nog nie eindelik leidrade gekry nie, adjudant. Nee. Ons het een paar. In werkelijkheid denk ik het gaan een makkelijke zaak wees. Is Arnold hier rond? Soek jij hom op? Hij is vanochtend 7 uur uit die huis uit. Ek nog weer een dooie woord van hem gehoor. Kan ons een beetje praat? Wat is het? Is al iets verkeerd? Wat maak jy vir Arnold? Hy was die afgelopen week omtrent nog een keer by sy patiënt. Wel, hy is ook nie by die huis nie. Ek het met hom probeer praat, maar hy... Ek
Ik weet ik ook. Moeilijkheid is, word een beetje onhoudbaar, want ik... Alles komt op mij af. Ik heb proberen om dit voor die personeel weg te steken, maar... Hulle beginnen ook al praten. Ik weet niet wat om veel te zien. Die moeilijkheid is... Jy kan maar zien. Nou, die stories begin nou loop. Allemaal wil het nou verbind aan hierdie Adler-bezigheid. Maar... Hy is al maanden so, dit net skielik erger geword. Het hy geldprobleme? Hy moet voor die einde van die jaar sy praktijk afbetaal. Hoeveel skuld hy? Ek weet nie, dis 'n klomp geld. Ek dink niemand weet hoe hard hy gewerk het om tot hier te kom.